Deze reis gaat ongeveer eerst gevierd door het finale. Dan hebben we gisteren al liggen op de afgesloten voetbal. Dat is een beetje een goede voetbal van de jongeren van Klopp, Rudy Hansman. Mijn lijkmaster, Max van den Hogen. En inmiddels, achter in de vierde verdwenen. Wie komt er als eerste weg tevoorschijn? Weer mijn blik dan. Wat de look ook uitvoert, dat zal dus van het niveau van Hassel kunnen zijn. En is dat zo? 1-5-9. Yes, dat was goed getipt. Het is inderdaad Leroy van Hassel op pole position. Gevolgd. Weer met 104. Dat is Jeroen van Slot en Jelle van der Spijk op de derde plek. En uiteraard weer die vierde plaats, die voor zo belangrijk is op dit moment. Wie gaat dat worden? Wordt dat 5-3-4-9? Ik denk het wel, ja. Als laatste nog dus mee, Krijn Dijkmans richting finale met deze dan zien we de race alweer richting de tiende gaan. Zit u eroverheen? Wie zit er voorop? Volgens mij 26 Koen van der Wijs. Dat gaan we even zien. De outfit te zien, heb ik deze ook weer goed getipt. Yes, nummer 26 voorop. Koen van der Wijs, gevolgd door nummer 27. Dat is Henk Heerkens van de Wolfers. Op de derde plek, wie zit erbij? Dat is 171. 171 staat voor Mieke van Mitchell Smits. Ik heb de rechter van mijn kant over. En als een vierde in deze belangrijke race is 301. En 301 staat voor Mike van Rooij.